Broskies, welkom bij de volgende aflevering van mijn FC 25 Ajax Cremold. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer als je nieuw bent. Belletje aan. Rijkaard. Ja. Kluivert, ja. Kluivert, Edel. Voor Ajax. Een juichtoon dapere langs de velden. Rood en wit, een ploeg ter dappere Meerse helden, onze vreugd en... Bij aankomst op Schiphol wordt de maker van het winnende doelpunt, Patrick Kluivert, opgewacht door zijn moeder. Handen, glorionse Amstel staat, ieder draagt ze op de handen, wie gaat niet op Ajax praat? Moet je met je eigen dak gaan? Helemaal! Denk je maar niet? Top toch? En gisteren ook? Ja, gisteren ook en vandaag. En morgen, en overmorgen, en volgende week, en over 2 weken, en over 1 jaar. Oké, broskies, we hebben natuurlijk als eerste de notigame voor kanaalleden. 2 leden van de harde kern hebben gereageerd. Shoutout naar Mano van Bentham en Char. En we hebben natuurlijk de rest van de notigame. Even kijken, we hebben Sander Smits, Levi Jozen, Brahim Latamri, Lucas, Henk Veerman, Ajax Zonne, Mathis Gaming, Een Persoon, Lucky Brain en de laatste is Jasper Boersma. En broskies, we hebben natuurlijk ook een paar persvragen. De allereerste persvraag is van Sander Smits. Hato was afgelopen seizoen aardig in vorm. Wat verwacht je van de 18-jarige Hato dit seizoen? Wat ik van Hato verwacht is hetzelfde wat Soutalo heeft laten zien vorig seizoen. Soutalo was ongetwijfeld de beste verdediger van de Eredivisie. Al denk ik niet dat hij in de buurt komt, maar ik hoop wel dat hij wat vaker de strijd aan kan gaan met Soutalo. De volgende reactie is van Een Persoon. Is Moreira niet gewoon een miskoop? Hij groeit niet en je hebt hem al lang bij Ajax. Wat ben je van plan met hem? Kijk, weet je wat het is met Moreira? Ik heb hem sowieso gehaald voor op de bank. Want ja, kijk, ik had dus sowieso Berghuis en Traoré. Die hadden het beide niet gehaald. Maar eigenlijk kunnen wij Moreira pas dit seizoen beoordelen. Maar om heel eerlijk te zijn, inderdaad, vorig seizoen was hij een klein beetje tegenvallend. Dus als hij dit seizoen zo blijft presteren, gaan we hem sowieso verkopen. Wat is jouw naam? Bruh. Axel Dillon? Volgens mij zeg ik het goed, hè? Is het Axel? Ik zeg gewoon Axel... Ja, man. Axel Dillon. Waar denk je waar je gaat eindigen dit seizoen? Ik denk sowieso minimaal top 3. Sowieso. Gootjesdief. Was het de bedoeling dat Henderson wilde gaan vervangen? Mocht dat waar zijn, wie zouden je eerste 3 aanvoerders van het team kunnen zijn? Als wij Henderson uiteindelijk gaan vervangen, dan zit ik te denken sowieso aan Hato. Net als in real life. Soutalo. A few moments later. Ik zeg je eerlijk, ik kom er niet uit met die derde. Maar ik denk voorlopig dat ik dan zou zeggen Doekie. En de laatste reactie is van Starco. Ik zie dat Van Axel Dongen een verboden nummer heeft bij Ajax. Rugnummer 34 zal altijd het rugnummer blijven van Nouri. Je hebt helemaal gelijk. Dus sowieso het eerste wat we gaan doen zijn de rugnummers. Niemand heeft 14 toch? Oké, dat is goed. Dan gaan we naar Van Axel Dongen. Jij krijgt rugnummer... dan gaan we gewoon naar 35. En nummer 18, is die nog steeds dubbel bezet? Ja, oké, die heb ik nog niet veranderd. Jansen krijgt rugnummer 20. Betra Traoré, oké. Nummer 19. En ik ga, want wie anders kan rugnummer 10 krijgen dan? De enigste andere waar ik aan zit te denken is Taylor. Maar die heeft al in real life nummer 8. Amad krijgt van mij rug... Of is het te vroeg? Oké, broosjes, luister... Ik denk dat het nog ietsjes te vroeg is voor nummer 10 voor Amad. Maar als hij zo blijft presteren, volgend seizoen sowieso nummer 10. We gaan kijken naar de kalender. Oh ja, die wedstrijden zou ik simuleren, hè. Ramai zijn waarde is tussen de 36 en 53. Meen je niet? Wat? We hebben een contractaanbieding van het Nederlands elftal. Ik ga gewoon accepteren. Oké, iemand zei tegen mij scout in Amerika. Dus dat heb ik gedaan. We gaan even kijken. De potentie is niet hoog genoeg. Thompson, potentie niet hoog genoeg. White,
ook niet hoog genoeg. Dit ziet er niet echt goed uit. Nee, ja, misschien jij. 15 jaar, we gaan het proberen. Ik moet eventjes de selectie van de Nederlands elftal aanpassen. Bergwijn, nee. We hebben een vleugelaanvaller nodig, wacht even. Dat wordt Kluivert. En ik denk dat het goed zo is, toch? Oh, langs Eriksen, Depay. Depay, nee, niet Depay. We missen nog een spits. Tuurlijk, Brobby, sorry! Voor de rest vind ik het... Ah, Rens. Nee, wacht. Hartman. We hebben er al twee, hè. Deze. Ik denk deze. Ja, deze. Nu ben ik denk ik wel tevreden. De wedstrijd tegen Groningen. Snel simuleren. 2-1 overwinning. Brobby en Taylor. Oké, broskies, we gaan naar de allereerste wedstrijd van de aflevering. De wedstrijd tegen FC Utrecht thuis. Broskies, de allereerste wedstrijd. We spelen thuis. En we nemen het op tegen FC Utrecht. Een van onze vele rivalen. We zijn heel sterk begonnen aan het seizoen. 3 overwinningen, waarvan volgens mij 2 met minimaal 5 of 6 doelpunten. Sowieso minimaal 5. En die andere, volgens mij, hadden we de laatste wedstrijd 3 keer gescoord, volgens mij. Maar we zijn dus heel goed begonnen aan het seizoen. Bizar goed. En Brobby, Amad en Gods zijn ontketend. Met name Brobby en Amad. Die twee zijn echt bloedje gevaarlijk. Ja, je ziet het zelf. Wat? Gescoorde doelpunt, het slechtste tegen de beste. Oké, dat betekent sowieso dat we niet mogen verliezen. Dit zijn de 11 van Ajax, de conditie is goed. Ramai, Hato, Soutalo, Doekie, Rens, Taylor. Even kijken, Henderson, Fitzjim, Amad, Brobby, Gods. Op de bank heb ik Klaas meegenomen, Gooyer, Bogarde, Moreira. Traoré sowieso mee, Wijndal sowieso. Maar goed, even kijken naar de 11 van FC Utrecht. 4-2-3-1 formatie. Van de Hoorn speelt er nog 4 gever ook. Bosdogan. Ja, Ohio, Oha. We noemen hem voor Noah, want het gaat gewoon nooit goed komen. Op de bank. Min, was hij vorig seizoen niet goed bezig? Iqbal, is dat niet de ex-speler van Manchester United? Jongens, wedstrijd 1. Ik vraag me echt af, hè. We zijn zo lekker begonnen, hè. Maar het gaat gewoon een keer fout gaan, toch? Dus, ik weet het niet. Ik weet het gewoon niet. Vorig seizoen was PSV, in real life was PSV zo sterk begonnen vorig seizoen. Uiteindelijk hadden ze wel volgens mij een keer verloren, hè? Kunnen wij dat misschien ook even naden? Misschien gewoon het record verbreken. Weet je, we hebben nog niet verloren. Maar het is misschien te vroeg. Amad gaat. Gaat hij daarbij komen? Dat is een zwakke paas. Volgens mij was het Rens, hè? Iemand zei trouwens tegen mij van... die stats van Bogarde, van beide Bogarde zijn whack. Damn. Maar ik heb ze niet gehaald voor de basis. Ik heb ze specifiek gehaald voor de breedte, dat zei ik. Weet je? Maar, ja. Ze zijn natuurlijk gewoon nog in ontwikkeling. Er zijn nog jonge spelers. Uiteindelijk zullen die stats beter worden. En hopelijk, zoals ik al zei, misschien in de toekomst... Is Jim? Weet je, een van de twee basis? Je weet het niet, alles is mogelijk. Ja, die stats zien er op zich nu niet echt... Weet toch, speciaal uit. Maar dat was ook niet wat ik wou. Wacht even hoor, we gaan weer. Amad is de kans in de kruising! Dankjewel, Amad! Ja, oké, ik wou bijna zeggen van nummer 10, maar ik heb dus besloten... Hij moet sowieso minimaal 1 jaartje gewoon volop presteren. Maar zoals het er nu naar uitziet, heb ik misschien wel een fout gemaakt. Maar ik wil gewoon... Ik ga gewoon een poll opstellen dan. Ik denk dat ik dat ga doen. Weet je, wat ik zelf wil wachten. Maar als jullie allemaal zeggen van... Niet wachten, doe het gewoon nu. Dan gaan we het gewoon doen. Sowieso. Even kijken hoor. Amad. 5 doelpunten in 5 wedstrijden tijd. Dit is misschien wel een van de beste aankopen die ik heb gedaan. In al mijn series, al mijn Ajax Cremo series. Ik denk het wel. Ik durf het niet met 100% zekerheid te zeggen, maar hij zit sowieso in de top 3. Kan niet anders, toch? Wat een verschil met vorig seizoen. Rens. Nee, dat is Doekie. Doekie! Luister, trouwens. Wisten jullie dat Doekie, tenminste nee, Winston Bogarde, legende van Ajax, de oom is van Doekie?
Dus we hebben de neefjes van Bogarde. En Bogarde is de oom van Doekie. Bro! FC Utrecht met Jensen op het middenveld. Doekie is op van zijn positie af. Dat is niet goed. Hato nu ook. Maar we hebben natuurlijk nog Soutalo, maar... Vind Jim kan er ook wat van. Wordt meteen van de bal gezet door Noah heet hij toch, zijn voornaam. En misschien de aansluiting treft van Ramai! Jongen! Geweldige redding van Ramai. Ik wist niet eens dat hij zo veel was gestegen, Ramai, man. Hij was een 73 of zo, hè? Wie anders dan Soutalo? Hij was een 73. Henderson. We gaan weer. We gaan weer. We gaan weer. Goed! Tweede kans! En hij wordt gewoon van de bal gezet door Van der Hoorn. Goed verdedigd. Maar Ramai is echt gestegen, man. Dat geldt trouwens ook voor een paar andere jeugdspelers. Ik bedoel, spelers die werden uitgeleend. Ahmad. Jongen. Nog steeds 1-0. Dus gelukkig is het geen glitch, hè? Want ik dacht dat uitlenen heeft geen zin meer, maar... Je krijgt het dus pas achteraf te zien. Iemand had dat tegen mij gezegd van, je ziet het pas achteraf. Robbie moet hem eventjes vragen. Ahmad gaat geen kans krijgen, want de verdediging van FC Utrecht is wel een stukje beter nu. Dit is de beste tegenstander tot nu toe dit seizoen. Broskies, de eerste helft is voorbij. En het staat pas 1-0. Moeten wij zorgen gaan maken nu? Ik bedoel niet van, we voetballen goed. Maar het staat pas 1-0. Iemand vroeg trouwens aan mij van... Kan je ook jeugdspelers van andere teams kopen? En volgens mij kan dat wel. Maar het team moet natuurlijk wel de speler eerst promoveren. En dan als je gaat zoeken naar jonge spelers, ga je ze vinden. Misschien is het tijd voor Traoré. Je weet het niet. Of Weghorst. Maar Weghorst is een... Wacht even. Weer een andere type. Brobby voor zijn eigen succes had hem moeten geven op God. Dat was ook 100% een... Dat hebben we niet goed gedaan. Wat staat er? Zo, ziet er goed uit. Boutcontrole. Nee, we gaan gewoon door. We gaan niks veranderen. Alhoewel, laten we even kijken. Gaan we spelen op de counter? Laten we gewoon proberen. Kijken of het... Heet toch? Oké, de eerste vervanger. Want, god, dat was een hele slechte paas. Moreira gaat de kans krijgen. Ahmad geblokt. En Brobby, die controle. Zo, slecht man. Henderson, rustig aan. We zoeken naar een beetje speelruimte. Die gaan we hier krijgen. En daar is Brobby! Rakelings naast. Nog steeds 1-0. Moreira is de eerste die erin komt. Mika Gods gaat eraf. Oké, luister. Ik ga even testen. Deze aflevering. Ik zet hem gewoon zo. Niet zeggen dat ik mijn microfoon opeet. Lol. Hou op. Ik wil gewoon kijken of dit beter is. Want vaak als ik dan... Terugkijk naar mijn afleveringen, hoor ik mezelf niet goed genoeg, weet je. Dit is beter. Nu ben ik krok. Hou even je mond en verdedig! Rens kan het ook, lekker. Mooie actie. Brian. Brobby! Zo, recht op de keeper. We gaan door. Ah, hij wou het doen, man. Brobby is de volgende. Oh, man. Traoré, die was aan. Fish Jim gaan we vervangen. Klaassen komt erin. Hato, Wendal. 1, 2. Volgens mij zijn dat 4 wissels, hè? Wie wordt de laatste wissel? Soutalo, jouw conditie. Ik moet je gaan sparen, man. Sorry, man. Kaplan komt erin. Moreira, man. Dat is wel slecht gedaan, man. Hato. Beetje moeite met de controle. Hij verliest de bal. Hato verliest de bal. Handrem. 5 minuten te gaan. Hato is nog niet op die level, man. Oh, wauw. Ik dacht aan rood, man. Ik zag die achtergrond toch. Al die Ajax City met... Jongen. Deze was echt nodig. Doekie. Op de handrem. We komen nog goed weg, man. What the fuck van Hato. 1-0, hè. Het is nog niet voorbij. We hebben een countermogelijkheid. Er is alleen niemand mee. Wat de... Ze krijgen alleen maar geluk. Ze krijgen echt alles mee nu. Nee. Hij is daar. Doekie is daar. Weg.
Taylor gaat niet mee. Geen idee waarom. En ook Traoré. We hebben echt alles geprobeerd. Maar FC Utrecht was wel goed. De verdediging van FC Utrecht was goed. Dus toen iemand mij vroeg van waar gaan we eindigen dit seizoen. Na deze wedstrijd heb ik wel goed geantwoord, denk ik. Ik kon ook zeggen we gaan hem winnen, de landstitel. Nee. Na deze wedstrijd weet ik het wel zeker. Het gaat een lastige worden. Heel even snel kijken. Moreira, ik ga je eerlijk zeggen, super slechte wedstrijd. Ik weet, wisselspeler, maar hij heeft gewoon slechte dingen laten zien. Klaas heb ik niet gezien. De rest eigenlijk ook niet, hè. Nee. Gods vond ik ook een minder wedstrijd spelen. Maar ja, kijk, Soutalo, 7.9. Hato met de 8. Dit is wat ik zei. Dit is precies wat ik zei. Maar de beste spelers van de aflevering waren Taylor en Brobbey. De toekomst van Ajax. Laatste dag van de transferperiode. Wacht even hoor. Manswerk en nog iemand met een nieuwe rol. Controleur. En Fitz Jim, speelmaker plus plus. Oké, Brobbey heeft dus de vorige wedstrijd gespeeld. Ik ga het even laten zien. Voor de Nederlands elftal. Maar dus, dat betekent dat zijn conditie, kijk. Zijn conditie en scherpte gaat gewoon niet. Ja, of ik doe dit. Dit, dan is zijn scherpte helemaal. Maar dan zijn conditie weer, maar... Dit is het beste wat ik kan doen, hè? Of, nee. Dit is het beste wat ik kan doen. De allereerste test voor dit seizoen, jongens. De wedstrijd tegen PSV. Welke jeugdspeler wil weg? Lejeune? Dacht het niet. Promoveren. Oké, broskies, luister. Even kijken. Ajax staat op 1 en PSV staat op 3. Op wie moeten wij letten? Luc de Jong met 5 doelpunten. Wij hebben Brian Brobbey met 6. Dat willen we zien. Even kijken. Brian Brobbey 6 assists. Amad 6. En PSV heeft Tilman. We gaan naar de volgende wedstrijd. De topper tegen PSV. Stilte voor de storm. De wedstrijd tegen PSV. En ja, de ex-Ajax zit daar. Dest. Ik ben zo blij dat PSV en Feyenoord gewoon een echt stadion hebben nu. We hebben één hele belangrijke wijziging. En ik weet nu al, niet iedereen gaat blij zijn. En als je misschien gaat spieken, dan kan je het misschien al zien. Hier op de andere ex-Ajax zit Noah Lang. Luc de Jong. Lozano is er nog. Tilman. Saibari. Dest natuurlijk. Boskagli. Karsdorp. Campagne om te onthouden. Geschatte doelpunten 34. Maar goed, broskies. De wedstrijd tegen PSV. De absolute topper van de Nederlands voetbal. We gaan kijken naar de 11 van PSV. En ze hebben natuurlijk ook even kijken. Waar is hij? Flamingo. Die doet het goed in het echt, man. Junior op het middenveld. Oké, dus nu speelt hij gewoon echt op het middenveld. De rest, ja, heb ik al opgenoemd. Benitez natuurlijk de keeper. Obispo op de bank. Schout op de bank. Deel op de bank. Ze hebben een paar hoor. Pepi op de bank. Ja, en onze grote wijziging is geen Brobbey. Ik had het al laten zien. Brobbey zijn conditie was gewoon niet 100%. Dus ik heb gekozen voor dat hij gewoon moet gaan herstellen eerst. En dan kan hij de volgende wedstrijd er gewoon bij zijn. Dus ja, oké. Okay. We hebben wel gekozen voor Traoré. Want die is natuurlijk wel een stuk sneller en mobieler dan Woutje Weghorst. Maar Woutje Weghorst op de bank voor het geval als Traoré niet presteert. Maar ik weet het niet, oké. Okay? Tegen FC Utrecht hadden wij het lastig. Gods was ook... Speelde niet goed. Dat was... Zag je die paas? Dat was niet de bedoeling. We zijn hem officieel kwijt. Officieel. Wie is dat? Oké, okay, we hebben daar heel veel geluk. Ik weet al meteen wat ze willen doen. Ze willen de snelheid gebruiken van Lozano. Foutje. Foutje van Soutalo. Kan je dat gewoon zelf... Hij kan het niet! Ramai. Volgende kans. Oké, okay, dit is... Ja, het begon bij Soutalo, helaas. Maakt wel een foutje. PSV? Rustig. PSV speelt echt goed, man. Wat is er met PSV? Ik kan niks doen. Oh. Wat? Ze hebben gewoon de... Hebben ze de... Ze hebben gewoon de... Weg, 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 weg! Hato, Hato, Hato!
Hato! Niet Noah! Oh, hij mist hem. Kom op, man. Sultalo, Hato, we maken gewoon veel fouten, man. De wedstrijd is pas 16 minuten aan de gang. Het is alleen maar PSV. Alleen maar PSV. Traoré. We hebben het niet, hè. We hebben die magie niet van de eerste drie wedstrijden van het seizoen. Dit is natuurlijk wel PSV, hè. Maar ook tegen Utrecht zag ik gewoon niks. Op dit moment kunnen wij niks, jongens. Dit is alweer de volgende kans. We hebben het zwaar tegen PSV. Ze zetten ons... Hebben hun de bal? Maar dat klopt niet. Dat klopt niet. Scheids! Dit is bizar. We worden helemaal weggespeeld. Geen buitenspel. Traoré. Traoré! Eerste kans van Ajax. Oké, we kunnen ook wat. We zijn niet machteloos, gelukkig. Aan de bal is PSV te goed. Helaas. Meteen doorgeven. Als je buitenspel staat, ga ik helemaal... Mika! Als jij die... Je schoot hem zelf, want het is niet eens aangeraakt. Mika! Traoré is geen kopper. Dat had Woutje. Die had hem waarschijnlijk wel afgemaakt. En hij gaat fluiten, natuurlijk. 0-0. PSV was zo goed begonnen, man. Maar wij hadden desondanks dat wel kansen. Daar ben ik wel blij mee. Maar als je gaat kijken... 8 keer geschoten. Bruh. Dit moet ik wel even zien. Ramai. Wat? 10. Ahmad. Ai, Ahmad. Sultalo. Henderson. Oké. Gods? Nee. Oh, wat een wedstrijd, jongens. Zo, Lozano. Maar Hato is ook snel, hoor. Daarom is hij voor mij toch beter geschikt als... Omdat hij gewoon die kracht niet heeft. Als linksback. Ramai, je moet... Oh! Nee! Hij staat buiten... Meen je niet? 5 wissels aan de kant van Ajax. Paniek. Zou kunnen. Schout komt er ook in. De international. Die heb ik ook geselecteerd natuurlijk. Want ik ben natuurlijk de bondscoach van de Nederlandse elftal nu. En we moeten gaan ingrijpen. 5 wissels. 5. Nee. Maar dan hebben we dus weer Traoré nodig. Want Woutje kan dat niet, man. Oh, man. Kijk hoe snel ze... Hij kan schieten. Doekie was daar. Deze moet je weghalen. En dat gebeurt... Ja, maar dat... We verliezen gewoon een kopduel. Dat gebeurt te vaak. Helaas, ja. Kan ik weinig gaan veranderen. Wel weer 0-0. We hebben niet verloren. Luc de Jong had gewoon gescoord. Een van de gekste toppers die ik heb meegemaakt tegen PSV. Deze wedstrijd was vol spektakel. Zonder doelpunten gewoon, hè. We gaan even kijken naar de feiten van de wedstrijd. We zijn echt kapot gespeeld door PSV. Kapot gespeeld. Onze slechtste wedstrijd van dit seizoen is een feit, jongens. Maar weet je wat het mooiste is? We hebben gewoon niet verloren. We hebben gewoon gelijk gespeeld. Ramai, sowieso man of the match, dat kan je zien. 9.7. En onderaan... Ja... Een wedstrijdje zonder Brobbie. Was dat het echt? Ramai. Wat een klasse. Champions League. De laatste wedstrijd. Leverkusen? Bruh. Laatste wedstrijd van de aflevering is de allereerste wedstrijd in de Champions League. Vorig seizoen speelden wij niet eens Champions League. We hebben gewoon een jaartje geskipt. Maar Ajax is terug. Roosje is de allereerste wedstrijd in de Champions League gaat beginnen. We nemen het op tegen landskampioen in Real Life natuurlijk, Leverkusen, regeren. Iemand vroeg me trouwens van dat beginmuziekje van Ajax, hoe je dat doet. Ik heb het gewoon erin geëdit via mijn programma wat ik gebruik, Sony. Wat zou je Sony Vegas, Sony Vegas Pro, bro. Ja. Maar goed, Broskies. De wedstrijd tegen Leverkusen. Broskies. Leverkusen heeft Kingsley Coman. En Kevin De Bruyne. Oh my god! Luister, wij hebben een paar wijzigingen. Medi speelt. Geen Doekie. Even kijken. Geen Fizz Jim. Dat is Klaassen.
Ja. Ik ben eventjes van slag. Ze hebben gewoon Kevin De Bruyne, ze hebben Kingsley Coman. Hier is hij. Hoe is het Leverkusen gelukt? Tussendoor. Brian Brobbey. Ja, Ta is sterker. Brobbey is sterk, maar Ta is... Ja. Hier is... Ik zie Brobbey, aanspeelpunt. Dan moet je terug. Hey, wit! Foutje! Bruh. Ook geen haten trouwens, sorry. Weet je, ik zag die spelers van Leverkusen. Eerste kans. En als het goed is, Ramai. Oké. Okay. Kingsley aan de linkerzijde. Rens kan niet, komt niet in de buurt. Heeft totaal niet die snelheid. Kevin De Bruyne. Soutalo. En... Ik vind, Mika, ik vind je gewoon niet goed spelen. De afgelopen, waar ga je heen? De afgelopen paar wedstrijden speel je gewoon niet goed. Weet je, jammer. Soutalo! Ja, die doet het gewoon. Hij doet het wel. Brobbey wordt geblokt. Maar we hebben de corner, jongens. We hebben het lastig, man, de afgelopen paar wedstrijden. Weer met beide benen of voeten op aarde ofzo. Een kansje van, volgens mij was het Soutalo, ja. Kevin De Bruyne! Volgens mij is hij geblesseerd. Haal hem maar eraf. Rens. Weer Hens, of niet? Nee? Oké. Okay. Oh, Coman, man. Weg! Zo. Wie is... Klaas had totaal geen... Ramai, dit is het voor jou. Kom op, man. We hebben wel een paar kantjes, maar dan is die controle gewoon er niet. Klaas speelt slecht. Oh, een paar spelers zijn echt niet klaar voor deze wedstrijd. En de eerste helft is voorbij. Oh, man. Maar ja, oké. 0-0. We zijn wel in Duitsland. We scoren wat minder, hè. Ramai weer de beste speler. En er is eigenlijk niet veel wat ik kan opmaken. Alleen Mika. Amad ook. Oh. Maar we hebben nog een tweede helft. Maar Mika Gods is wel echt een speler die nu wel een klein beetje de rode vlag van mij gaat krijgen, hoor. Hij krijgt wel de rode vlag van mij nu. Hij krijgt er eentje. Bij drie dan gaan we kijken naar... Ja, dan moet hij gewoon op de bank. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Kingsley. Ja, wat wil je dat ik doe dan? Nee, hij duwt zo... Je wist het nou... Oh, je wist natuurlijk van... Bam, afgepakt. Nee! En het was geen buitenspel! Meen je niet? Amad en Brobbey, ze proberen het wel. Maar je ziet het. Die verdedigers van Bayer Leverkusen zijn klasse, hè? Klasse. Ta is sterk, sterk. Amad. Ja, daar sta je gewoon buitenspel. Brobbey, je hebt het niet, man. Ta heeft je gewoon in de zakje. Ta heeft je... Ze maken een foutje. Ze hebben een foutje gemaakt. Niet, rustig. We staan voor met 1-0. Oké, luister. Maar, man, er is nog voldoende tijd, man. Er is nog voldoende tijd. Eerste doelpunt voor Amad. Voor Ajax in de Champions League. Robbie! Robbie is weg! Brian! Amad! We gaan nu wel wisselen. Het is nu wel het moment, denk ik. Van de Bomen misschien voor de paas. Wijndal. Nee, ik zei Wijndal. Vaak zo dongen. Gooier. Henderson moet eraf. Ja, manswerk. Dat zijn de... Brobbey moet er ook vanaf. Weghorst. Je hebt geluk, Brobbey. Ik denk dat dit het doelpunt gaat worden.
tenzij ik op de handrem ga. Dat is toch op de bal? Even kijken hoor. Ja, lekker. Camera stand van niks. Scheids. Ze passen terug, scheids. Ze passen terug. Als ik terug pas, dan... Hey, scheids, fluit gewoon meteen. We winnen met 1-0 van Leverkusen. Dankzij een foutje van Leverkusen gewoon. We hebben gewoon gewonnen van Leverkusen. Even snel kijken. We waren wel beter. Maar in de wedstrijd merkte ik daar niet echt heel veel van. Luister dan. Ik moet je eerlijk zeggen. Taylor begint steeds beter te spelen. Ramai, weer een goede wedstrijd. Sotalo, zoals je kan zien. Kijk, Sotalo bovenaan. En dan, Mahato speelde ineens. Correctie, luister dan. Medisch, 7.7 voor medisch. Netjes, Henderson goed. Amad was wel beter. Brobby viel een klein beetje tegen. Had wel een doelpunt gewoon natuurlijk gemaakt, maar onderaan de strijd. Even kijken. Niet de wissels, maar... Wacht. God weer. Ja, Mika. We hebben gewoon onze allereerste wedstrijd in de Champions League weten te winnen van Leverkusen. Leverkusen met Kevin de... Bruh. Maar we hebben wel onze eerste puntenverlies in de Eredivisie. Helaas. Maar desondanks dat staan we nog wel op 1. Maar Feyenoord en Twente hebben evenveel punten als ons. Maar goed, broskies, dit is ook meteen het einde van de aflevering. Hartstikke bedankt voor het kijken. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer als je nieuw bent. Belletje aan. En Mautski. You're just like the